Hey, leuk dat je weer kijkt naar Moestuineren met Chantal. Wij gaan een paar dingen doen. We gaan aanaden, planten en uitdunnen. We gaan aan de slag. Zo, het is alweer 3 weken geleden dat ik de preien heb uitgeplant. En ik ga ze nu aanaden, want ze staan er een beetje slapjes bij. En dan ga ik al het aarde een beetje naar de voet van de prei schuiven. En dan staan ze even iets steviger in de grond. Maar ik ga eerst nog even onkruid wieden. We gaan beginnen. Nou, hier heb je spinazie en als we een tweede paar echte blaadjes hebben, gaan we uitdunnen tot ongeveer 5 à 10 centimeter uit elkaar. Nou, zoals je ziet is het nu hoog tijd. En houd de zaailingen onkruidvrij, daarna heel goed water geven. En hoe ik dat doe, laat ik je nu zien. En zo ga ik alle rijtjes bij langs. Nou, dit is rucola tussen heel veel onkruid en de Oost-Indische kers. Maar bij rucola ga je ook pas uitdunnen als we een tweede paar hebben. En dan uitdunnen op ongeveer 5 centimeter afstand. Daar dan gewoon goed water geven.
Wij gaan rabarber planten. Kijk, zoals je ziet heb ik er al twee kunnen scoren via Marktplaats in de buurt. Ze zijn niet te krijgen in de winkel. Maar je kan ook zaaien vanaf maart. Dat kun je voorzaaien in de kas of op de vensterbank. En planten doe je in oktober, november ongeveer. En maak een ruime plantgat met veel mest of compost. En ja, ze hebben echt wel een meter nodig ongeveer qua ruimte. En heb je al een plant, kun je het nu ook al vermeerderen en verplaatsen. Dus, maar ze krijgen een vaste plek bij mij hier in de bak. We gaan beginnen. Het is ook hoog tijd om de Chinese kool en het pak soi uit te dunnen. En dat gaan we doen op een afstand van ongeveer 25 tot 30 centimeter van elkaar. En het mooie is dat je de plantjes die je dan uithaalt, die kun je dan weer opnieuw een plek geven. Of je geeft het weg. Daarna gewoon goed water geven. We gaan beginnen. Nou, dat was het weer voor deze week. Leuk dat je weer hebt gekeken. Nou, wil je niks missen? Dan kun je abonneren op dit kanaal gratis. Je kunt me ook volgen op Instagram. En voor nu wens ik jullie een heel goed weekend. En tot volgende week. Doei! Zo, koffie.